Voorzitter, ik dank u dat u mij het woord vergunt. Ik dank die kiezerswil die van mij nu het woord verlangt. Voorzitter, ik dank u ondersteunend personeel met wat hoffelijkheid, geduld en volharding mij probeert de weg te wijzen in dit huis. Ik ben dankbaar gestemd jegens de taal waarin ik mij heb leren uiten. Met name die ene versregel komt mij heel goed van pas. Fries bloed, sjohop, wolnozes, broes en sieren. Dat rustig begin van het Friese volkslied. En die kan ik nu ter stimulering aanwenden, want ik moet de vaart erin houden. Ik heb begrepen, eerst een klokje en dat schuift. Er is mij voor gewaarschuwd. Gelukkig kan ik hem niet zien. Voorzitter, voor mij ligt het dossier discriminatie en racisme. Het Forum van Democratie vindt discriminatie en racisme dom en bekrompen. En de liefhebbers daarvan vreugdeloos en verbeten. En als het aan het Forum zou liggen, zou ons devies zijn: laat ze gaar koken in hun vooroordelen en chagrijn. Einde verhaal. Dat sluit niet aan bij overheidsbeleid, heb ik inmiddels hier begrepen. Dus welkom in de wereld van de discriminatie en de racismebestrijders en hun rapportages. En zo beland je dan in de wereld van de rapporteerders, de reglementeerders en de verbaliseerders. Ook geen milieutje waar het altijd prettig toe is, kan ik u zeggen. Maar hun papierstromen suggereren een groot probleem. Wat passeert er nu in mijn dossier? Het SPIOR rapporteert. De ADV's rapporteren. De meldpunten MINT en MDI rapporteren. En het meldpunt islamofobie komt langs. En het comité tegen rassendiscriminatie van de Verenigde Naties eveneens. Nou, daar ga je als oud-advocaat goed stevig tegenaan. Wat staat er nou eigenlijk in? Een vondst, moet ik u zeggen, van een kilo, minstens, bij elkaar gerapporteerd. En op basis van de inhoud van nog geen grammetje. Een rechter die op basis van deze bevindingen tot enig oordeel zou moeten komen. En een advocaat die hem dat zou aanprijzen dat te doen. Dan werd die advocaat uitgelachen en het rapport verdween in de prullenbak. Je kunt er niks mee doen. Er wordt gewag gemaakt van duizenden meldingen en registraties. En er is geen spatje waarheidsvinding op losgelaten. Niets kan geverifieerd worden. Bij al die duizend meldingen is daar nou sprake van venijnig racistisch geweld, verbaal vandalisme? Je weet het niet. Het is gewoon een melding. Is er soms sprake van lange tenen bij de melder? Je weet het niet. Is er sprake van klassiek gedrag? Je weet het niet. Is er sprake van externalisatie? Je hele falen de schuld geven aan discriminatie en racisme? Geen idee. Nergens vindt verificatie plaats. De bureaus werken simpel volgens de werkwijze. U klaagt, wij draaien. En dat rendeert wel voor de bureaus. Het SPIOR-aanbeveling bijvoorbeeld, dat zijn toch angstaanjagende citaten. Ik lees, er is sprake van een hoge mate van onderrapportage. Hoe weten ze dat? Geen idee. Uit onderzoek blijkt, en daar slaan alle alarmbellen natuurlijk aan, dat er 8 meer gevallen, zoveel gevallen van discriminatie zijn en racisme, als in uit al die rapporten blijkt. Hoe weet je dat nou in hemelsnaam? 8 keer zoveel. Dan slaan de alarmbellen, zoals ik u zeg, aan. Want deze discriminatierapporteurs, die weten al dat er dus 8 keer zoveel te rapporteren valt. En ze willen onderzoek hoe dat komt. Met andere woorden, deze discriminatierapporteurs, die weten al van tevoren wat ze willen bewijzen. Nou, dan is voor mij de boot aan. Dan kun je er helemaal niks mee. En dan komt het eigen belang natuurlijk ook om de hoek kijken. Want wat zijn zoal de aanbevelingen? Aanpakken van de onderrapportage. Hoe dan? Moeten dan de enquêteurs met voorbedrukte enquêteformulieren de straat op en ieder onwelgevallig praatje maar registreren? Is dat de bedoeling? En de verhoging van de meldingsbereidheid. Ja, dat is een vrijbaan voor geestdrijverij. Dat werkt in de richting van niet van klachtenvermindering, want je zou toch blij zijn dat er weinig te klagen valt. Nee, er moet een klachtenoptimalisatie komen. Nou, en dat is het eigen belang
natuurlijk evident. En ik vraag de minister, mag ik dat eens doen, hoe denkt hij aan de hand van deze ondoorgrondelijke cijferbrei, waar niets bewijsbare elementen in voorkomen, hoe daar beleid op af te stemmen? Ik zou niet weten hoe dat mogelijk is. Ik zou het waarachtig niet weten. Er is trouwens ook hoop, want het enige rapport wat wel uitzicht biedt op een positieve blik op de toekomst, dat is het rapport van het OM. Dat zijn klagers die hun klachten zelf serieus nemen, die gaan naar de politie. En van die klachten wordt ook nog een keer de helft geseponeerd. Dan zou je denken, misschien ligt het aan de kwaliteit van de klachten, dat er niet zoveel uiteindelijk bij de rechter komt en er veroordelingen vallen. Wees blij, zou ik zeggen. Dan ga je de minister toch niet vragen, hoe kan dat nou dat er zo'n groot gat zit? Dan zou je kunnen afvragen of de kwaliteit van de meldpunten, of de inhoudelijke kracht van de klacht zelf, of die wel voldoet aan terechte zorgen die wij mogen hebben. Nee dus. Wat moeten we dus doen? Wij moeten ophouden met elkaar angst aan te praten. Ik heb het nog niet eens gehad over het comité van de rassendiscriminatie. Daar komen zulke fletse figuren in voor die ook tot onrust zouden moeten leiden. Zelfs de brave Martin Simek wordt daar in een racistisch getinte omgeving geplaatst. Het is goed dat een zekere romanschrijver, de heer Boudet, de dans nog eens ontsprongen in dit rapport. Wat zijn dus de aanbevelingen van het Forum voor Democratie? Houd Nederland leefbaar. Stop deze klaag- en klikindustrie. Maak het volk weerbaar en weg met de meldpunten. Dat wat simpel wil zeggen, haal de stekker uit de subsidie. Want de politie kan het wel. Eerst als er echt wat te klagen valt, dan loop je naar de politie en dan kan de rechter oordelen of het de moeite waard is, of volgt er een OMC-poll. Klaar. Zo maak je de bevolking weerbaar. Hoop doet leven, zou ik zo zeggen. En dan een laatste advies voor iedereen die nog niet zeker weet of die wel of niet moet gaan klagen. Doch dien plicht en litteleur randje. Dat is ook Fries, voorzitter. Wat zoveel wil zeggen als: doe wat je moet doen en laat de mensen maar kletsen. Dank u wel. Dank u wel. U bent ver over uw spreektijd heen. Maar goed, het is uw medespeech. Het is u vergeven. Daar is ook een klokje. Maar dat geeft niet. Ik ga even schorsen voor felicitaties, meneer Hiedema. Thank you.